Lucas Woudenberg werd deze week in het zonnetje gezet, want hij speelde tegen Willem II zijn 100ste eredivisie duel in het shirt van Heerenveen. Ja, mooi mijlpaal. Ja, zeker weten. Ja, er zijn een aantal wedstrijdjes gespeeld, dus nu mijn vijfde seizoen, dus wat je zegt, mooi mijlpaal. Snel gegaan? Ja, zeker weten. Het is nu inderdaad mijn vijfde seizoen en voor mijn gevoel is dat niet zo. Dus dat betekent dat ik het naar mijn zin heb en dat ik op mijn plek ben. Dus. En ja, wat heeft daarvoor gezorgd dat je het naar je zin hebt? Gewoon denk ik de mensen hier, hoe alles hier ruilt en zeilt. De spelers waar je mee speelt of mee hebt gespeeld. En ik denk dat wel belangrijke facetten zijn. Veel debutanten aan beide kanten. Vier debutanten bij Sportclub Heerenveen. Een nieuwe back in Lucas Woudenberg. Ja, dit is mijn eerste wedstrijd tegen Groningen, mijn debuut. En dat weet ik nog, was een mooie wedstrijd. En, op en neer ging. Ik kon veel opkomen. En ook hier mijn assist in de thuiswedstrijd op Pelle. Dat was ook een mooie wedstrijd. En, sowieso de derbies op zich zijn altijd mooie wedstrijden, of je die nou uit of thuis speelt voor het publiek. En ze geeft altijd wat extra's mee. En natuurlijk extra mooi als je die wedstrijden ook natuurlijk winnend kan afsluiten. Ja, het begon inderdaad het fragment met jouw debuut, gelijk de derby. Hoe begon jij toen voor je gevoel? Ja, sowieso natuurlijk een nieuwe stap voor mij na zoveel jaar Feyenoord. En toen bewust de keuze gemaakt om hierheen te gaan. Om mezelf verder te ontwikkelen en meer minuten te gaan maken. En uiteindelijk is dat met vallen en opstaan natuurlijk gelukt. En uiteindelijk ben ik daar zeker wel een betere speler van geworden. En als je dan gelijk mag starten met de derby uit, is dat natuurlijk wel speciaal. Dumfries. Nu wordt het klein-klein. Ligt de ruimte aan de zijkant bij Woudenberg. Die gaat schieten. Woudenberg, ja hoor, die zit erin. Raakte perfect. Ja, dit was tegen Willem II. En dit was trouwens wel mooi. Het was mijn eerste goal voor Heerenveen. En ik weet nog, voordat ik de bal van Torsby kreeg, dat de trainer Jurgen Streppel, hij riep mij nog van Lucas blijven. Dus niet naar voren gaan. Alleen ja, uiteindelijk ging ik toch en schoot ik hem binnen. Dus dat zijn wel mooie dingen. En dit was volgens mij ook dat ik net terugkwam van een wat moeilijke periode. En toen scoorde ik ook gelijk. Dus dat was ook wel lekker voor het gevoel. En uiteindelijk ook natuurlijk voor het team om belangrijk te zijn door middel van een goal. Hij krijgt de tijd, hij krijgt de ruimte en hij raakt hem perfect. Veerman blijft daar rustig. Oeh, een paas met risico, maar hoe goed is het? Want het loopt uitstekend en dus kan Woudenberg met veel ruimte. Van der Heijden ook. Woudenberg krijgt het terug. Nou, blijft hij rustig. Hij blijft rustig en Heerenveen op voorsprong. Ja, dit was vorig seizoen alweer. En was dan ook de eerste goal gelijk van het seizoen. En ook van mij. En het was een mooie aanval achteruit opgezet via Joey. En 1-2'tje met Arjen. En ik weet nog ook wel dat we in de voorbereiding, het was niet al te best qua resultaten. En iedereen dacht van wat gaat dit voor seizoen worden. En niemand gaf ons eigenlijk 3 punten denk ik vooraf. En uiteindelijk is het natuurlijk lekker als je dan toch zo kan starten. En is het mooi dat je dat doelpunt kan maken en uiteindelijk die wedstrijd ook wint. Echt extreme blijdschap ook bij jou. Komt het er dan allemaal uit bij zijn doelpunt? Ja, zeker. Ja, ik scoor niet zo vaak, dus dan is dat gewoon pure emotie. Er komt er wat in me op en dan ga ik vaak maar rennen en zo. Dus dat is wel mooi. En ik denk ook gewoon met hetgeen hoe de voorbereiding liep en zo, dat iedereen heel graag wilde. Alleen dat de resultaten toen nog niet denderend waren. En ook al zegt dat natuurlijk helemaal niks in de voorbereiding. En zo zie je maar weer. En dan win je de eerste Eredivisiewedstrijd. Ja, je zit hier nu dus al in je vijfde seizoen. Wat hoop je nog mee te maken bij Heerenveen? Het is in principe nu mijn laatste contractjaar. Dus moeten we gaan kijken hoe dat gaat lopen natuurlijk. Alleen ik ga gewoon elke week met heel veel plezier naar de club. En ik denk dat met name dat we ook dit seizoen echt gewoon een goed individuele spelers hebben. En dat we ook een goed collectief kunnen zijn. Ik denk dat we daar nog wel in aan kunnen gaan scherpen. En nog elkaar meer
zeg maar, kunnen aanspelen in elkaars kwaliteiten. Maar daar zijn we hard mee bezig. En ja, je ziet ook afgelopen week dat je met 10 man die wedstrijd eruit kan halen op karakter. En ja, dat vind ik ook mooi om, dat we, als we het zo kunnen doen. Dus ja, ik hoop eigenlijk gewoon die lijn van die wedstrijd door te kunnen trekken. En zo hoog mogelijk te gaan eindigen met het team.